Anders denken, anders doen. Maar nu is het ook een mooi bruggetje naar het verhaal van Barbara van Offerbeek, senior adviseur implementatie circulaire economie bij Rijkswaterstaat. En Roy Stroeven, hij is projectmanager bij Rijkswaterstaat van de Van Brimmerbrug. Nou, twee betere mensen kunnen volgens mij niet ons wensen tijdens deze praktijkcasus voorlichting. En graag het woord aan jullie twee om de jonge generatie die aanwezig is mee te nemen in wat we 30 oktober aan hen gaan vragen. Ben ik goed hoorbaar nu? Oké. Okay. Je bent heel goed hoorbaar, dankjewel. Ja, hartstikke leuk dat we hier aan mee kunnen doen en dat jullie mee willen denken over de brug. Ik zou jullie heel kort even aangeven en uitleggen wat we van plan zijn met onze brug. De Van Brienenoordbrug kennen jullie misschien wel. Het is de drukste brug van Nederland, ligt in de A16. Het bestaat eigenlijk uit twee bruggen, een westelijk deel en een oostelijk deel. Hè, dat is wel logisch. Het ene deel gaat richting Dordrecht, het andere gaat richting Den Haag. En er moet wel van alles gebeuren met die brug. Onder andere moet het beweegbare deel, er zit een klep in die brug, die moet worden gerenoveerd. Die is verouderd. Die moet worden aangepakt. En dan hebben we het vooral over het oostelijke deel. Het beweegbare deel en het oostelijke deel. Alleen, daar wil ik nu even niet op focussen. Ik wil nu graag even focussen op de bogen. Hè? Net zoals op de challenge, het onderwerp van de challenges. De brug bestaat dus uit een beweegbaar deel, maar ook uit twee grote boogbruggen. Elke boogbrug bestaat uit 6 rijstroken. Dus in totaal 12 rijstroken liggen op de brug. Hartstikke druk brug. Die bruggen die zijn eigenlijk een beetje einde levensduur. Die moeten worden aangepakt. Wat is nu het probleem met die bruggen? Dat is voornamelijk vermoeiingsprobleem. Hè? Dus dat betekent dat het wegdek last heeft van staalmoeheid. Misschien kennen jullie of metaalmoeheid. Misschien kennen jullie dat wel. Als je een paperclipje vaker buigt, dan gaat die op een gegeven moment kapot. Dat is ook met een wegdek zo. In dit geval voor de oostboog vooral. Als er heel veel vrachtverkeer over de rechte rijstrook gaat, dan krijg je daar last van staalmoeheid, metaalmoeheid. En zou die brug moeten worden aangepakt. Wij zaten eerst met Rijkswaterstaat op het spoor om die brug te gaan renoveren. Dat betekent dus dat we daar hoge sterktebeton op wilden toepassen. Dat is heel zwaar. Daardoor zouden we die brug heel erg moeten versterken met staal, hè, om überhaupt dat beton op het wegdek te kunnen dragen. Kortom, dat zou een werkzaamheden opleveren die ongeveer 70 weken zouden duren. Als we die dus in de A16 zelf zouden gaan doen. Hè, dus dat HSB, het hoogsterktebeton, aanbrengen. Nou, en dan moet je bedenken dat dus twee bruggen zijn. Dus in totaal ben je dus 3 jaar ongeveer bezig met de renovatie op de A16. Waarbij je dus continu twee rijstroken afsluit, hè, voor die werkzaamheden. Nou, dat zou dus een hele grote verkeershinder opleveren rondom Rotterdam. En best wel een uitdaging qua veiligheid, hè, want je moet heel veel werkzaamheden doen op boven het verkeer en onder het verkeer, bovenop de brug. Dat zou veel risico's met zich meebrengen. Dus we hebben ondertussen een andere optie uitgedokterd, uitgewerkt. En dat is een alternatieve aanpak. En inmiddels heeft de minister akkoord gegaan met die alternatieve aanpak. Dat ga ik zo even uitleggen. En dat is namelijk dat we een nieuwe boog gaan bouwen voor de westelijke boogbrug. Vervolgens gaan we die in de zomervakantie van 2025 verwisselen met de westelijke boogbrug die er nu ligt. Dat doen we midden in de zomervakantie. Dat hopen we binnen 6 weken voor elkaar te krijgen. Dan hebben we dus een oude westelijke boogbrug over. Nou, die gaan we ergens aan de kant op de wal, ergens op een locatie aanpakken. Dus dat gaan we helemaal verbouwen, zodat die westelijke boogbrug weer 100 jaar er tegenaan kan. Als nieuw wordt die dan weer. En het jaar erop, hè, waarschijnlijk in 2026 of 2027, afhankelijk van de planning, in een zomervakantie gaan we hem verwisselen met de Oostbrug. Dus dat betekent dat we dan uiteindelijk een Oostbrug over hebben. Deze optie is veel minder gevoelig voor verkeershinderen, minder last van files. Is veel beter qua veiligheid, hè, want alle werkzaamheden gaan we niet meer in het verkeer uitvoeren, maar vooral buiten het verkeer op een werf. Dus het is alles veel beter controleerbaar en beheersbaar en voornamelijk ook veel duurzamer, hè, want we hoeven maar één brug te bouwen, één nieuwe brug
En we hebben uiteindelijk, aan het einde van de rit, hebben we twee bruggen die weer als nieuw zijn. Dus netto is dat veel goedkoper en beter natuurlijk dan dat ze twee nieuwe bruggen zouden gaan bouwen. Dus aan alle kanten best wel een slimme oplossing. Het verkeer wordt minder, belemmerd. Maar ja, we hebben dus één boogbrug over dan. En de cirkel is pas echt rond op het moment dat we dus die oude Oostbrug kunnen hergebruiken. Of een andere goede functie voor verzinnen. Dat hebben we ook met de minister afgesproken. We gaan deze optie doen. Hè? Dus we gaan, wat ik net zei, gaan we die uitwisselingsoperaties doen. En we gaan kijken of er ergens een alternatieve locatie is voor die overgebleven oostelijke brug. Dan moet je wel bedenken dat dat niet van die kleine operaties zijn. Hè? Dat zijn hele grote operaties waar die bruggen worden ingehezen en uitgehezen. Er zijn ook filmpjes van. Hè? Misschien laten we die nog een keer zien. Of je kunt zelf gaan googlen op YouTube. Er staat nog oude polygoonjournaal. En dat is best wel groots wat er gaat gebeuren. En dat doen we dus twee keer achter elkaar eigenlijk. Hè? Dus de vraag is, wat doen we nou met die oostelijke brug? Waar kan die terechtkomen? En dat is best wel een puzzel. Dat is eigenlijk moeten we een oplossing hebben voor 2027. Hè? Want dan is het de laatste uitwisselingsoperatie gepland. Dat we die oostelijke brug over hebben. Dus ja, help ons daarbij. Oké, zal ik het van jou overpakken, het stokje, Roy? Ja. Ik ga eventjes mijn presentatie delen. Kunnen jullie hem allemaal zien? Hier zien jullie, eigenlijk is dit een beginslide. Jullie zien dit plaatje hiernaast. Dit is de opening van de Van Brienoordbrug in 1965, nog met koningin op de brug, super feestelijke toestand. En toen was hij nog maar in zijn eentje, deze brug. En wat een brug is dit eigenlijk? Dit is een plaatje wat ik wil jullie eventjes laten zien van wat voor een mooie brug dit nou eigenlijk is. Waar hebben we het over vandaag? Dit is toen de Van Brienoordbrug nog gebouwd werd. En je kan zien hoe ongelooflijk groot en indrukwekkend. Dit is uit het oude archief van Rijkswaterstaat, heb ik deze plaatjes nog gevonden. Dit is toen die boog er al stond. Ze zijn nog steeds aan het werken aan die brug, dat kan je zien. De beweegbare deel is er ook nog niet. Allemaal schepen zijn er nog bezig, grote pilonen aan de onderkant. En dit is zoals die er eigenlijk heden ten dagen bij ligt. Met een bediengebouw daarnaast. Komt ook vrij overigens als de brug gesloopt wordt. Een klein plaatje nog van de bovenkant, de boog moet inspecteren bijvoorbeeld, dan zijn dit de hulpmiddelen die daarvoor gemaakt zijn. Dit is de onderkant van de brug, grote dwarsbalken. En nog eventjes een hele mooie foto van de brug in het zonnetje. En wat ik jullie wil laten zien is hoe groot en mooi zo'n boogbrug eigenlijk is. Zelf vind ik boogbruggen een enorme iconische functie hebben in het landschap. En ik vind het eigenlijk altijd een beetje zonde als zo'n brug dan gesloopt moet worden. En het is eigenlijk wat we vandaag aan het doen zijn, is best wel nieuw. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat wij onze bruggen hergebruiken of proberen her te gebruiken in ieder geval. Bij Rijkswaterstaat alleen al, hebben we ongeveer 4000 bruggen en viaducten. En we hebben berekend dat de meeste bruggen vroegtijdig gesloopt worden. Zo'n 80% eigenlijk van onze bruggen die jaarlijks gesloopt wordt. Die heeft nog helemaal niet het einde van zijn levensduur bereikt. Maar het is puur functioneel eigenlijk dat ze weg moeten. En dat is hartstikke zonde, want ze hebben die betekenis in het landschap. En je zou er nog prima met een heleboel dingen nog veel meer kunnen doen. 50 bruggen per jaar worden er ongeveer zijn er nodig aan nieuwe bruggen of viaducten. En als je het opschaalt naar heel Nederland, dan kom je op veel meer bruggen uit van alle overheden en gemeentes en provincies bij elkaar.
En dat creëert eigenlijk ook gewoon de markt voor bruggen. Dus zeg maar bruggen die bij ons in ons netwerk niet meer voldoen. Die zijn, zeg maar, dat zijn de bruggen die ook wel de zwaarste belasting over zich heen krijgen. Maar is zo'n brug, zeg maar, bij ons afgekeurd omdat die, zeg maar, of de verkeersdruk toename niet aankan, of omdat die uitgebreid moet worden, dan zou zo'n brug nog prima ergens anders toegepast kunnen worden. Dus dat is eigenlijk wat we ook wel met elkaar willen gaan proberen te bereiken. En waarom doe je dat? We hebben, zeg maar, ons als Rijkswaterstaat ook wel gerealiseerd van, joh, wij hebben met onze infrastructuur hebben we een enorme impact op het op grondstofverbruik en ook de daarmee gepaardgaande CO2-uitstoot. En wij hebben gezegd van, joh, we vinden dat wij ook, zeg maar, ook wij moeten bijdragen aan de klimaatdoelen die we ons gesteld hebben. En daarom heeft ons ministerie een strategie opgesteld. En dat gaat, die heet Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur. Het is een behoorlijk ambitieuze strategie. Wij willen in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Dus eigenlijk dat alles wat we aan energie gebruiken, dat ook, zeg maar, gecompenseerd wordt. Daar gebruiken we de aanleg van onze windmolenpark ongeveer voor. Maar daarnaast zorgen we ook voor dat al onze installaties zwaar energiebesparend gaan functioneren. En dat wij, zeg maar, circulair werken. En dat onze infrastructuur, zeg maar, zoals we die uitvragen aan de aannemers, zoals we hem, het onderhoud wat we ervoor doen, hoe we het ontwerpen, dat we daar, zeg maar, dat eigenlijk allemaal gericht is op circulariteit. Op eigenlijk de waarde van de grondstoffen en de beperking van je milieu. Milieu-impact. Dus dat is wat we daarmee willen bereiken. Reductie grondstoffenverbruik. Schaarse grondstoffen willen we ook, zeg maar, zorgen dat we daar minder beroep op doen. En als we er al een beroep op moeten doen, dat we ervoor zorgen dat ze ook weer teruggewonnen kunnen worden. Reductie van stikstof en vooral het behoud van waarde van onze kunstwerken eigenlijk. Als je nou gaat kijken naar, dus het was niet vanzelfsprekend dat wij, zeg maar, bruggen gingen hergebruiken, maar een paar jaar geleden is dat wel eigenlijk voor het eerst opgekomen bij een brug bij Utrecht, bij Vianen. Dat lukte toen op zich niet, maar we zien nu wel dat het veel prominenter op de agenda staat. Dus we zijn bezig met keizersveerbruggen, die komen uit de A67, over een paar jaar komen die vrij. Daar zijn we aan het kijken of we die kunnen hergebruiken. En nu bijvoorbeeld bij zo'n Van Brienoordbrug is het niet meer vanzelfsprekend dat die brug maar gewoon straks afgevoerd gaat worden door de aannemer. En er wordt op zich wel gerecycled, hè? Al ons staal en beton wordt meestal wel gerecycled. Maar eigenlijk heb je daarmee nog steeds een enorme milieu-impact. En je zou het liefst, zeg maar, eigenlijk iets willen gebruiken in dezelfde functie. Of dat het dezelfde soort functie heeft. Waardoor je in plaats van iets anders komt, zeg maar, het nieuwe grondstof of iets nieuws gebouwd moet worden. Dus als je dan kijkt voor een brug, welke opties zou je daar nou voor kunnen bedenken? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk gewoon het functionele hergebruik. Dus de brug, die blijft gewoon een brug met een vergelijkbare functie, maar wel waarschijnlijk op een andere locatie. Je kan ook de brug gewoon in een andere functie hergebruiken. Dus je kan hem als ecoduct misschien wel gebruiken. Maar zoals hier op de achtergrond zie je een... dit is niet echt, hoor. Dit was die brug bij Vianen. Daar hebben we met de markt... is ook met ideeën gekomen van, goh, we zouden daar misschien wel woningbouw kunnen gaan creëren. Of kantoren of wat dan ook. En die hebben daar een mooie visual van gemaakt. Je kan hem als recreatie gebruiken met recreatiedoeleinden. Je kan er BMX-wedstrijden op gaan doen, whatever. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden. En als dat allemaal niet lukt, dan ga je kijken van, nou, oké, dan gaan we de onderdelen ervan bekijken. Kan je die onderdelen gebruiken elders? En bijvoorbeeld als voor de keizersveerbruggen, dat zijn van die vakwerkbruggen, dat zijn van die vierkante blokken eigenlijk, zeg maar. Nou, als je die andersom zet, dan kan je het misschien wel gebruiken als een mast voor een windmolen. Het is maar een idee. Als laatste optie komen we dan, zeg maar, dat je je materiaal gaat recyclen. Maar voor die tijd willen we dus eigenlijk zoveel mogelijk andere hergebruiksfuncties onderzoeken. Dan gaan we weer terug naar onze Van Brienoordbrug. Als je nou kijkt van, joh, je wil een brug, komt vrij, wat komt er dan bij kijken? Je moet natuurlijk in de eerste instantie sowieso kijken, wat is de staat van die brug? Wat is de restlevensduur? En meestal, dat kan je wel bepalen in de functie waarin die op dit moment zit, zeg maar.
En dat geeft natuurlijk ook een indicatie aan van wat hij op een andere plek met een minder zware belasting zou kunnen betekenen. Je moet goed kijken naar de conditie van staal en beton. Conservering is een onderwerp wat bij bruggen altijd een probleem is, zeker bij de oude bruggen. Is hij überhaupt demontabel? Het is niet makkelijk om een brug die zo ongelooflijk groot is te demonteren. Dus zo'n Van Brienoordbrug, dat is niet heel erg eenvoudig te demonteren. Je kan waarschijnlijk nog wel het betonnen wegdek eruit slopen. Maar die boog die zal te alle tijden zeg maar, eigenlijk behouden moeten worden in zijn geheel. Want op het moment dat je die zou gaan doorsnijden, bij wijze van spreken, dan verliest hij ook meteen zijn draagkracht en zijn sterkte. Dus dan kan je hem in dezelfde functie niet meer elders gebruiken. Je hebt natuurlijk de kosten voor die demontage. Je gaat hem niet slopen, maar je moet hem echt voorzichtiger behandelen en zorgen dat hij ook zeg maar, in zijn geheeltje ergens anders terechtkomt. En dan kijk je natuurlijk ook bij wat de afmeting van de elementen is die er allemaal zeg maar, getransporteerd moet worden. Bij die Van Brienoordbrug hebben we het over een brug die echt wel heel erg groot is. Het is een van de grootste bruggen die we hebben in Nederland. Hij is iets van 306 meter lang, 35 meter breed, dat is wel inclusief het fietspad wat aan de buitenkant ligt. Ongeveer 47 meter hoog en in totaal weegt hij circa 5000 ton. Nou, dat is best wel een massa die je niet zomaar even van de ene plek naar de andere krijgt. De conservering van de brug, ja, het is oude conservering, dus daar zitten gewoon allerlei zware metalen in. En dat zal zeg maar echt verwijderd moeten worden. En je zal hem opnieuw moeten conserveren op het moment dat je hem in een nieuwe functie wil hergebruiken. Je kan hem niet zeg maar hergebruiken als je de conservering niet verwijdert. Nou, kijk, en de levensduur die er nog in zit, ja, weet je, dat is echt natuurlijk afhankelijk van de functie, maar alles wat een minder zware belasting geeft op die brug, dus als je hem als weg, zeg maar, als wegfunctie wil gebruiken, dan zou die op een onderliggend wegennet nog makkelijk 50 tot 100 jaar mee kunnen gaan. Dus het geeft wel de potentie aan van hoe ongelooflijk sterk zo'n brug is en wat je daar nog mee kan. Heb je zo'n bruggetje gedemonteerd, zeg maar, dan moet die natuurlijk nog ergens naartoe getransporteerd worden. En dat is wel iets waar je zeg maar, met je plannen rekening mee moet houden. Als je een gaaf idee hebt voor die brug, bedenk wel, die brug die moet er kunnen komen. En dat is gewoon niet zo eenvoudig. Hier zie je een foto, dit is eigenlijk een screenshot van een filmpje van toen, volgens mij is het de westelijke boogbrug van de Van Brienoord. Ingevaren werd en die moest zeg maar onder de hef door. Dat is een brug die vlakbij de Van Brienoordbrug ligt. Want dat is eigenlijk het eerste obstakel waar je tegenaan gaat lopen. Zo'n grote brug over de weg vervoeren, dat gaat gewoon niet lukken, want daar zit te groot voor. Je kan geen bochtje nemen, je kan niet afslaan, je kan hem überhaupt, is iets te zwaar. Dus dit transport is nodig via het water. En dan kijk je naar de huidige locatie. En je kan naar rechts en je kan naar links. En afhankelijk van de locatie ga je dus kijken van, kan je er überhaupt komen? Dus je zal alle bruggen in kaart moeten brengen van die tegenkomt. Nou, de hef, je moet kijken of je vaargeul breed genoeg is. Of je diep genoeg bent. Of de bodemscherming zeg maar nog wel voldoende sterk is. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening meer moet houden en die je echt van tevoren zal moeten onderzoeken. Kunnen die bruggen die je tegenkomt, kunnen die allemaal open? In dit geval die hef, als je hem zeg maar onder die hef door wil krijgen, daar is echt wel wat voor nodig. Daar moet die hef zelf zeg maar voor opgetild worden om die brug te kunnen eronder door te kunnen laten gaan. Dus je ziet dat zo'n operatie, dat moet je echt voorbereiden. En het is niet zo dat jullie dat helemaal moeten uitwerken natuurlijk in je plannen. Maar hou er wel rekening mee dat dit soort dingen nodig zijn. Onder water, zeg maar, want dat was wel eens een idee van, joh, kan je die brug niet gewoon heel zwaar maken en afzinken, zodat je hem, zeg maar, de diepte kan opzoeken. Maar dat is gewoon echt niet goed voor een bruggetje. Want daar is hij gewoon niet op ontworpen. Hij kan echt wel regenbuitjes aan, maar diep in het water meteen, dan gaat al het water in, alle kiertjes, et cetera. Dat is gewoon niet zo goed voor hem. Hij moet natuurlijk op een ponton gehesen worden. Alle bewegingen die zo'n ponton met zo'n enorme brug zeg maar, erop tegenkomt, ja, daar moet je van tevoren moeten de berekeningen voor gemaakt worden. Je moet naar de windbelasting kijken. Maar kijk, als jullie een locatie vinden die zeg maar achter hef ligt, dan weet je dus in ieder geval wel dat je oostboog door het centrum van Rotterdam gaat varen. En
Dat is best wel gaaf natuurlijk. En nou ja, heb je hem op dat goede transport gezet? Zorg ervoor dat je de goede transporteurs in huis hebt die er echt verstand van hebben. En dan moet je zeg maar naar de locatie die je op het oog hebt voor de nieuwe brug. Heel eventueel, hè? Want soms dan heb je wel een locatie op het oog, maar daar kan je nog niet terecht. Dus het moment van vrijkomen en het moment waarop de brug nodig is, dat is nooit, dat valt bijna nooit zeg maar, gelijktijdig. Dus denk na of je misschien wel een opslaglocatie nodig hebt. Zorg ervoor dat die bereikbaar is via het water. Zorg ook daar dat je kijkt naar de waterdiepte. Je moet zo'n brug van het water optillen naar zo'n terrein, zeg maar. Dus je moet ook zorgen dat die bodem sterk genoeg is, dat die kade versterkt wordt. Er moeten megakranen op komen te staan die brug dus uit het water kunnen tillen. Terrein moet verhard worden, brugje moet daar een poosje liggen, dus de grond mag ook niet verzakken. Maar je kan het wel benutten om hem weer even een goede opknapbeurt te geven. Want daar heb je gewoon de ruimte en de tijd om de brug zeg maar ermee te doen wat je ermee zou willen doen. Als je naar de nieuwe locatie gaat kijken, dan zijn er natuurlijk ook een aantal aandachtspunten waar je naar moet kijken. En het is eigenlijk de eerste is zeg maar ook weer, is hij bereikbaar? En welke functie heb je daar nou nodig? Je kan hem als, zeg maar, zo'n Van Brienoordbrug kan je als weg doen, maar je kan hem ook als fietsverbinding of misschien wel OV-verbinding creëren. En dan heb ik het alleen nog maar over de conventionele functies. Hè? Dus je kunt er nog van alles. Ik heb een paar plaatjes zo meteen die jullie licht moeten inspireren. Het belangrijkste is dat hij natuurlijk ook ruimtelijk inpast. Want je hebt een gigantisch brug van 306 meter lang, zeg maar. Die past niet overal. En vaak moet zo'n brug ook ergens op aansluiten. Ja, ruimtelijke inpassing is heel belangrijk. En de mensen die eromheen wonen, of van zo'n stad of gemeente, die moeten zo'n brug ook wel een beetje leuk vinden. Nou, ik zou dat meteen heel toejuichen. Maar ruimtelijke inpassing is wel een onderwerpje waar je naar moet kijken en of daar voldoende draagvlak voor is. Vervolgens ga je kijken echt naar de technische aspecten van die inpassing. Dus wat moet er gebeuren om de brug daar echt neer te leggen? Wat voor fundering heb je nodig? Hoe is de bodemgesteldheid, et cetera? Wat is er nodig om die brug technisch aan te passen om hem te laten voldoen in zijn nieuwe functie? Nou, dat zijn zeg maar echt de wat meer technische aspecten. Maar vergeet ook vooral niet het draagvlak wat je van bestuurders en beheerders nodig hebt. Weet je, je kan de meest geweldige plannen bedenken, maar als die bestuurders niet meegaan, dan ga je er waarschijnlijk geen toestemming voor krijgen. Want je hebt altijd een vergunning nodig. Het is echt wel iets waar je over na moet denken als stad. Hoe je die brug zeg maar zou willen gebruiken. Er zijn allerlei risico's komen erbij te hergebruiken van een brug. Want het is natuurlijk wel een tweedehands. Er is van alles mee gebeurd. Is hij wel zo goed als we hopen dat hij is? Het moet allemaal gecheckt worden. Kan van alles gebeuren tijdens transport. Nou ja, al dat soort risico's moet je natuurlijk wel een beetje over nadenken. En het is niet zo dat het onmogelijk is, maar makkelijk is het ook zeker niet. En als het makkelijk zou zijn, dan zouden we hier ook geen challenge van hoeven te maken. Dus wat dat betreft is het denk ik een goed idee als jullie met al dit soort aspectjes in je achterhoofd wel kijken naar wat je zou kunnen doen, zeg maar. Nou, ik heb hier een paar plaatjes verzameld van allerlei andere functies van bruggen, zeg maar, die eigenlijk een nieuw leven hebben gekregen. Linksboven zie je een brug die ingericht is als park, zeg maar. Dus dat is geen brug, maar dat is gewoon echt een parkje geworden. Hier is een kantoortuin is er gemaakt. Die rechter is ook weer een soort van parkachtig iets met allemaal zitjes, et cetera. Je kan er een kantoortuin van maken. Dus, maar er zijn nog veel... Nou ja, eigenlijk, dit is maar... Dit zijn een paar ideeën die ik heb kunnen vinden. En ik ben gewoon ongelooflijk benieuwd wat jullie zeg maar voor voorstellen gaan bedenken. Om iets moois met die Oostbrug te doen. Want ik hoop dat jullie het met me eens zijn. Dat het gewoon een heel mooi bruggetje is. Wat we echt niet richting Tata willen afvoeren. Ja. Super bedankt Barbara voor je verhaal. En ook Roy natuurlijk.